Björn Jaska van Groen, we zouden het nog vergeten. Er is nog steeds geen nieuwe gouverneur voor Oost-Vlaanderen. Wat is de stand van zaken? Wel, de stand van zaken, daar heb ik daarnet ook naar gevraagd bij de minister. En eigenlijk moeten we vaststellen dat sinds, hoe moet ik het zeggen, het triestige schouwspel van een aantal maanden geleden, waarbij men er niet uitkwam, dat we niet veel verder staan. De minister heeft zeer duidelijk gemaakt dat zij haar kandidaat handhaaft, dus dat zij die voordracht handhaaft. Heeft tegelijkertijd gezegd dat er consensus moet zijn binnen de Vlaamse regering, maar dat er één partij, met name de Open VLD, dwars ligt. Dus we zitten niet veel verder, buiten het feit dat iedereen in zijn positie verhardt, dat is duidelijk. Ja, maar is er dan geen soort van tijdsdruk? Is er geen timing op die gouverneur? Wel, er is natuurlijk wel een tijdsdruk op het moment dat een van de kandidaten zou bewegen. Dus de minister heeft zeer duidelijk gemaakt van als wij te lang stilzitten en een van de kandidaten zou ons schriftelijk aanmanen om een beslissing te nemen, dan loopt er blijkbaar onmiddellijk ook een procedure van 4 maanden. En als de Vlaamse regering dat niet beslist, dan heeft zo'n kandidaat grond om naar de Raad van State te stappen en eigenlijk op een of andere manier de Vlaamse regering in gebreken te stellen. Ja, dus het is eigenlijk misschien het ultieme drukkingsmiddel, want als er nu geen schot in de zaak komt, kan er misschien schot in de zaak komen door een van de kandidaten. Ja, dat is inderdaad een ultiem drukkingsmiddel. Nu, voor alle duidelijkheid, voor Groen is het zeer duidelijk dat we niet willen gaan naar een politieke benoeming. Er is een procedure afgesproken. En ik breng graag in herinnering de vorige keer de hetze rond de benoeming van Jan Briers, is er een procedure afgesproken die zo goed als kamerbreed werd gedragen. Dus we moeten nu ook die procedure tot het einde lopen. En als ik dan hoor dat collega Van Volsheim deze morgen op de radio opnieuw begon te pleiten voor een politieke benoeming, dan zijn we zeer ver van huis. Dus daar gaan wij absoluut niet in mee. Nee, maar de nieuwe procedure die nu gehanteerd wordt, vertoont kennelijk nog hiaten. Wel, ik denk dat heel de discussie nu en het politiseren van die procedure door de Open VLD, dat die een aantal kinderziekten van die procedure op tafel legt. Dus ik denk dat het best zou zijn als we deze hebben afgerond en er uiteindelijk een nieuwe gouverneur is in Oost-Vlaanderen, dat we toch langs de kant van het Vlaams parlement eens even moeten kijken of we niet een aantal verfijningen moeten inbrengen. Zoals in die procedure. U denkt bijvoorbeeld, er is op dit moment geen rangschikking. Hè? Er is geen rangschikking. En daar wordt wat mist over gespoten, want eigenlijk zegt mevrouw Van Volsheim van ja, maar er is een rangschikking, er zijn 15 geschikte kandidaten. De minister zegt nee, er is geen rangschikking. De minister heeft het eigenlijk bij het rechte eind, als je die procedure gaat bekijken, er is geen rangschikking. Men zegt gewoon, deze kandidaat is geschikt. En dan ontstaat er blijkbaar een politiek steekspel en wil de VLD alleen maar dat er een VLD'er ook benoemd wordt. Dus ik denk dat het goed zou zijn na de aanstelling van deze gouverneur en in het licht of in het zicht op de aanstelling van een nieuwe gouverneur, dat we toch eens kijken naar die procedure en bijvoorbeeld zeggen van we gaan ook een rangschikking vragen aan het bureau die eigenlijk de aanwerving doet. We laten ook een assessment meteen doen en dan krijgt de Vlaamse regering ook een rangschikking binnen en wordt eigenlijk de politieke invloed nog kleiner dan ze vandaag al is. Mm-hmm. Maar Open VLD voelt zich waarschijnlijk geschoffeerd. Want een van haar kandidaten, Carina van Kouter, haar resultaten zijn uitgelekt in de krant. Ja, de voorzitter sprak toen, Open VLD-voorzitter sprak toen, een paar maanden geleden al over de procedure is caduc. Wel, natuurlijk, de procedure is caduc. Ik keur het absoluut niet goed dat resultaten van kandidaten zomaar op de straatstenen worden gegooid. Ook de kandidaat die wordt voorgedragen door mevrouw Homans, ook die, zijn resultaten zijn eigenlijk op de straatstenen gegooid. Ik vind dat niet kunnen. En dat maakt inderdaad, maar dat heeft niks te maken met de procedure. Dat heeft alles te maken met het politieke steekspel daar rond. Langs de ene kant, mevrouw Homans die zegt, dit is voor mij de meest geschikte kandidaat. Langs de andere kant, de VLD die zegt, het zal een VLD'er zijn. Of er komt geen gouverneur in Oost-Vlaanderen. Wij zeggen gewoon van, kijk, die politieke benoemingen, mensen hebben daar terecht hun buik van vol. Laat ons nu deze procedure tot het einde lopen, want anders maakt de Vlaamse regering zich wel degelijk kwetsbaar voor procedures bij de Raad van State. Maar ik ben wel een vragende partij, en met Groen zijn we vragende partij, om de nieuwe procedure voor de volgende gouverneur, en dat is normaal gezien de gouverneur in Vlaams-Brabant, toch nog eens te kijken of we niet nog een aantal dingen kunnen inbouwen om het nog transparanter, objectiever te maken en nog minder vatbaar voor politieke spelletjes. Want ik moet eerlijk zeggen, als politicus, ik ben het echt moe.
Ja, maar enkele maanden geleden zei u ook al, dit voedt de antipolitiek, we zijn nog geen stap verder. Dus ja, de politiek blijft nog altijd geen goede beurt maken. Nee, dat is zo. En het is daarom ook dat ik die vraag vandaag stelde, want ik vind dat die Vlaamse regering moet doen wat ze eigenlijk zou moeten doen als Vlaamse regering. En dat is een beslissing nemen. Ik hoop niet dat deze Vlaamse regering en dat bijvoorbeeld ook mevrouw Homans, haar N-VA, dit dossier over de verkiezingen tilt en begint te koppelen bijvoorbeeld aan de procedure van de gouverneur in Vlaams-Brabant, want dan zijn we zeer ver weg. Ik pleit echt voor meer transparantie, objectiviteit in die procedure en ik hoop nu echt dat we in de volgende weken een beslissing gaan nemen, want anders tast dit ons als politici altijd aan en dat is iets wat we absoluut moeten vermijden. Ja, laatste vraag, heel kort. Er staan 15 mensen op de shortlist. Heeft u zelf een favoriet? Nee, ik heb geen favoriet en om de heel eenvoudige reden, het zou ook zeer fout zijn moest ik hier een favoriet hebben. Ik geloof in een open, transparante procedure waarbij een bureau die daarin gespecialiseerd is, kandidaten gaat wegen en ik ben echt wel een voorstander voor de beste man of de beste vrouw voor die plaats. Mijn ervaring ook met de vorige gouverneur van Oost-Vlaanderen, die ook niet echt een partijkleur had, die zijn zeer positief, dus wat mij betreft een goede, geschikte kandidaat. Oké, dankjewel Björn Tjoska. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.